Op woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. ML5 Actueel informeert u over de verkiezingsprogramma's en kandidaatlijsten... van de deelnemende politieke partijen in de gemeenten Roermond, Maaschouw en Leudal. John Hulskens staat op de kandidatenlijst van de socialistische partij Roermond. Hij vertelt wat de SP zoal allemaal in haar mars heeft. De SP-remoniwild, dat drukkerende rood, vier jaar geleden... Dat succes gaat uitbouwen. En dat willen we doen op ons geheel eigen manier. We willen bouwen aan een toekomst voor iedereen binnen dit gemeente, ongeacht hun bus of hoe dat ze vanaf komt. Bouwen aan een sterke stad waar solidariteit, menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid op de eerste plek komen. We hebben beginnen lies van 25 man of vrouw of nog meer zelfs van uurig. Ons verhaal, als visie op de toekomst, die vinden we in feite belangrijker dan de pubkes. Maar de tien mensen die op onze lijst zijn wel allemaal tot en de tien gemotiveerd om de klus te klaren en de wetenschap dat ze samen sterk Onze liestrekker Jorge, die al sinds 2019 een in bestreikt inzet een Sociaal Limburg gaat dat nu ook in zijn eigen remunioon. Aref, dankbaar dat er een deestor stad een nieuw bestand opbouwen, zal dat ook zeker niet aan inzet ontbreken en Bianca uit Neel weet precies wat er in de week leeft. Ikzelf, ik zoek de verbinding op straat. Mogen de rood. druk naar het respect van elkaar. Ook al beste de nederen altijd bij, met één een eens. En ik wil me inzetten voor cultuur en cultuurhistorie, want dat is voor onze een stad prettig meukje om te wonen. Daar is de andere kandidaat op de lijst, trouwens, gewoon door ervoor knokken dat iedereen nog prettig en betaalbaar kan wonen. Dat de energietransitie eerlijk verloopt. Dat de sterkste showers voor de zwaarste lasten gaan dragen. Want de echt essentiële beroepen hebben nog steeds helaas het minste te besteden. En we willen weer kijken in 2026. Want de toekomst die de geur begon, daar mogen we niet alleen aan onze kinderen en onze kleinkinderen overlaten. Daar bouwen we samen met rug nu. Niet alleen op 16 maart, maar wie nou dan dus. Morgen woensdag 19 januari wordt de theaterzaal van de ECI Cultuurfabriek Urmond omgetoverd in een heuse kapsalon. Dit is een landelijk initiatief waarmee verschillende theaters eenmalig hun deuren openen. als protest tegen de geldende coronamaatregelen voor de cultuursector. Zoals u weet zijn de cultuursector en de horeca nog tot zeker 25 januari dicht. Terwijl u wordt geknipt door Kapper Vasco, kunt u naar optredens en films kijken. Reserveer wel je kaartje voor een gratis knipbeurt of voor de cursus Filmkijken. Dat kan via de website www.acilcultuurfabriek.nl .e In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en of rekenen. Dat is 18% van alle mensen in Nederland, dus ongeveer 1 op de 6 mensen. Meer dan 40% van deze groep bestaat uit de eerste generatie allochtonen. Je bent als volwassenen laag geletterd als je moeite hebt met lezen, schrijven en of rekenen. Om het taalniveau van deze groep te verbeteren, heeft de overheid een forse subsidie beschikbaar gesteld voor zowel de ouders als de kinderen. Met de subsidieregeling kunnen werkgevers, scholen, bibliotheken en andere organisaties de basisvaardigheden van volwassenen verbeteren en achterstanden voorkomen bij kinderen. Het gaat om taal. Rekenen en digitale vaardigheden. Tot en met 28 februari kan deze aanvraag worden ingediend. En dan over het scheiden van afval. In de gemeente Maaschouw wordt het PMD-afval. We hebben het dan over plastic, blikjes en drinkpakken. thuis opgehaald. Er wordt veel PMD aangeboden. Dat is goed nieuws. Want u bent goed bezig met het scheiden van afval. Maar helaas moet de gemeente wel in zakken laten staan. En dat komt omdat de zakken ofwel niet zo goed zijn dichtgeknoopt, het afval niet in de doorzichtige door de gemeente aangeboden zakken zit, ofwel verkeerd afval in zit. En let ook op dat de verpakkingen leeg zijn en dat ze platgeslagen zijn. En twijfelt u of uw afval bij het BMD hoort? Check dan mijnafvalwijzer.nl. Zoals u reeds bekend is, zijn er al geruime tijd onderhoudswerkzaamheden aan de Kapellerlaan in Remond. In de tijd moesten prachtige oude plantanen hiervoor wijken. Nu de werkzaamheden behoorlijk vorderen, kan de oude, statige laan weer stilaan worden hersteld. Inmiddels zijn de eerste plantanen alweer geplant op het vernieuwde gedeelte. En ook al zijn de onderhoudswerkzaamheden nodig geweest en moesten de bomen hiervoor wijken, de Kapellerlaan zal niet meer de allure hebben die het ooit heeft gehad. En dan werkzaamheden aan de oude trambaan en stationstraat in Heidhuizen. Van 31 januari tot en met 11 februari worden de bomen langs de oude trambaan en een gedeelte van de stationstraat gesnoeid. Het betreft de reguliere onderhoudsmaatregelen. En dan let op voor oplichters. Bankhelpdesfraude is een vorm van oplichting die de afgelopen tijd al veel slachtoffers heeft gemaakt, met name bij mensen boven de 50 jaar. De oplichter belt met een vervals nummer, en door een truc lijkt het in het scherm van uw telefoon alsof u bank belt. Vervolgens vertelt de netbankmedewerker dat uw bankrekening gehackt is omdat er verdachte transacties te zien zijn op uw rekening. De oplichter zal erop aandringen om uw geld over te maken naar een kluisrekening of veilige rekening. Maar zulke rekeningen bestaan niet, want in werkelijkheid is het een rekening van de oplichter zelf. De oplichter biedt aan u te helpen bij het overboeken. Zo komt uw geld op de rekening van de oplichter terecht. Waar moet u op letten? Het allerbelangrijkste is, uw bank zal u nooit bellen. En wordt u gebeld door iemand die zich uitgeeft voor bankmedewerker, hang dan direct op. U kunt dat melden bij uw bank of u kunt aangifte doen bij de politie. Meer informatie is te vinden op www.politie.nl. Binnenkort verschijnt een nieuwe podcast over de mentale gevolgen van corona. Journalist Tom Veldhuizen duikt in de wereld van de GGZ en gaat op zoek naar de gevolgen van twee jaar coronapandemie op de mentale gesteldheid van Nederland. De mentale gevolgen van corona zijn groot en gaan ongetwijfeld nog heel lang doorwerken. De coronacrisis verergert veel psychische problemen. Steeds meer mensen doen een beroep op psychologen voor somberheidsklachten. Ook zijn er grote zorgen om de mentale gezondheid van zorgpersoneel. De podcast heet De psychische pandemie en is vanaf maandag 17 januari te beluisteren bij Karo NCW op NPO Radio 1. En dan het weer voor woensdag 19 januari. Het wordt een vrij bewolkte dag met kans op mist in de ochtend. Aan het eind van de middag mogelijk een beetje regen. Temperatuur rond de 6 graden.